Hallo lieve mensen, hoe gaat het met jullie? Jullie recent nog een beetje tijd voor jezelf gehad? Terwijl Maarten even aan vergadering is en terwijl in Brunsum hij Sheng aan de gang is omdat het carnaval is en terwijl de kids op bed liggen, dacht ik ga even lekker met een kopje thee op de bank en vertel jullie even hoe het hier zit op dit moment. Zoals jullie weten ben ik een tijd geleden gestopt met werken als logopedist. Doordat ik met mijn werkgever met wederzijds goedkeuren uit elkaar ben gegaan, kom je dan bij UWV terecht en heb je recht op een WW-uitkering, mits je aan de plichten voldoet. En dat is dus 1 keer per week een sollicitatie schrijven, oftewel 4 keer per maand een sollicitatie schrijven of een andere sollicitatieactiviteit uitvoeren. En ik ben toen gaan solliciteren als logopedist. Dat klinkt echt stom, ik weet het. Maar ik had eigenlijk ook wel zoiets van, dit is misschien de allerlaatste keer dat ik als logopedist dan iets zou uitproberen. Gewoon om het nog eens een laatste kans te geven. Ik heb ook alsmaar bij 1 werkgever gezeten, omdat ik het daar prima naar mijn zin had. Maar ik dacht, stel, ik ga gewoon eens als laatste ding nog naar een praktijk. Maar ook voorgenomen, als ik ga solliciteren, ben ik gewoon volledig eerlijk. Mijn stem is een beetje verschizeld. Dus ik had me wel voorgenomen, als ik een sollicitatiebrief schrijf, als ik ga solliciteren, ben ik volledig eerlijk. Ik geef aan wat mijn maximale uren zijn die ik wil werken, dat waren er 10. Ik geef ook aan wat ik niet meer wil doen. Dus heb ik de eerste maand, toen ik werkloos was, gesolliciteerd. Ik heb volgens mij in de eerste maand 7 sollicitaties gestuurd. Op een gegeven moment werd ik gebeld door iemand. En eigenlijk op grond van het telefoongesprek had ze ook zoiets van, hey, kom eens langs. Bij iemand anders was ik ook uitgenodigd om een gesprek. En daar ben ik heen gegaan. Zonder make-up, zonder voorbereiding. Ja, normaal is het zo dat je aan de site doorspit en kijkt van wat zoeken ze. Daar bereid je dan op voor. Ik ben gewoon volledig als mezelf daar naartoe gegaan. Super open gesprek gehad. Ook gezegd, jongens, ik weet niet of ik dit nog lang ga doen. Het vak heeft mijn hart niet meer. Ook uitgelegd dus dat ik geen bijscholing meer ga volgen. Ook uitgelegd hoe dat allemaal kan. Dat ik 2 jaar geleden mijn moeder ben verloren. En ook zelf ziek ben geweest en dat het me gewoon aan denken gezet heeft van jongens, het leven is allemaal niet vanzelfsprekend en het kan ook zomaar afgelopen zijn. Dus de tijd die mij rest of die ik heb, wil ik gewoon doen waar ik voor gemaakt ben. Waar ik passie voor heb, waar mijn talent ligt. En ik ben er gewoon achter gekomen dat logopedie dat niet is. Dus als ik dit al zal doen, of als jullie mij al zouden aannemen, dan is dat een soort van laatste test voor mij. Ik dacht, die zeggen dan waarschijnlijk doei. Maar ze vonden mijn verhaal wel heel eerlijk en oprecht en mooi en echt en weet ik veel. Ze zagen dat wel zitten. Ze vonden dat ik op die manier ook gewoon wel in het team paste. Had ik niet verwacht. Heb ik ook gezegd van, echt waar? Oké. Dat zette me wel aan denken. En ik zeg toen normaal gesproken, dan zeg je, dit zijn mijn sterke kanten en dit zijn mijn aandachtspunten. En je bent dan, weet ik veel, opgemaakt. Maar nu op het moment dat ik dus volledig mezelf was, geen show niks, geen fake niks, dat is wat mensen willen. Dat is wat ik ook heel graag wil en wat ik ook anderen gun, gewoon jezelf te kunnen zijn. Het was voor mij zo'n openbaring, dat ik, ondanks dat ik dus als intro zin heb van, jongens, logopedie heeft niet mijn hart, dat een praktijk toch voor je wil gaan, doordat je gewoon volledig jezelf bent. En natuurlijk had ik vooralsnog het allerbeste voor met degene die tegenover mij zou zitten. Hè? Als therapeut laten we dat wel vooropstellen. Dat hebben ze denk ik er ook wel uitgehoord uit mijn verhaal. Ik heb toen veel denkwerk gehad. Ga ik het nou doen of niet? Want ik was aangenomen. Je gaat dan ook rekenen. Ik heb ook wat gesprekken gehad. Ik dacht, weet je wat? Ik vraag mijn schoonmoeder eens om raad. Ik vraag mijn vader eens om raad. Ik vraag mijn zusje eens om raad. Natuurlijk Maarten ook. Maar eigenlijk, diep van binnen, had ik mijn keuze al gemaakt. Ik ging het niet doen. Ik heb nog met Steven van Wonderlijk Werken, de coach in de sessies die we nu volgen bij hun, geskyped. En het eerste wat hij zei was, gefeliciteerd met je nieuwe baan.
En toen had ik echt zoiets van, nee. Ja, in principe zou je moeten denken van, yes, ik ben aangenomen. Maar dat gevoel had ik dus helemaal niet. Na één dag wikken en wegen heb ik gebeld en gezegd dat ik het niet ga doen. Maar vervolgens heb ik ook meteen UWV gebeld en gezegd, jongens, ik ga niet meer solliciteren. Op dit moment voelde het gewoon goed om bij de kids thuis te zijn. Het brengt gewoon rust in de tent. Ik vind het heerlijk. Dat heb ik hun niet allemaal verteld. Maar dat was gewoon mijn conclusie. Dus ik heb gezegd, ik wil dat niet meer. En ik neem aan dat het gevolg dan is dat ook de uitkering stopt. En ja, dat was dan zo. Ik heb ook nog overwogen, ga ik als iets anders solliciteren? Ga ik gewoon mijn eigen vacature verzinnen? Zo van, hé jongens, ik wil nou klinieklant worden of weet ik van wat. Had ook nog gekund. In het kader van dicht bij mezelf blijven. Maar het voelde gewoon even goed om een keuze te maken om bij mijn gezin te zijn volledig. Dat ik ook niet hoefde te solliciteren. Dat ik ook niet, ja, wat dan ook. Daar even wat gesprek over gehad met UWV. En ik heb eigenlijk meteen de volgende dag besloten, het is gewoon klaar. We hebben wel gerekend nog die avond. Van wat houdt het financieel voor ons in? Wat houden we over onder de streep? We hielden niks over onder de streep. We houden niks extra's, maar ook niet tekort. Was wel een ruime berekening. Maar ja, ruim. Echt niet luxe of zo. Maar we zouden het redden. Het zou een uitdaging zijn, maar we zouden het redden. Er is nu 1 maand voorbij. Ik heb van die eerste maand nog wel uitkering gekregen. Ja, kan ik jullie ook vertellen dat er zou een 650 euro of zo zijn geweest. Maar ik heb ook aangegeven van, jongens, hoe zit dat? Ik ben vlogger. Ik verdien daar nog net niks mee. Maar ja, daar gaat wel tijd in zitten per week. Ja, mevrouw, dan moet u die uren die u maakt, daarvoor moet u wel even doorgeven aan het einde van de maand. Dus ja, maar ik kon dat op dat formulier niet terugvinden. Dus ik heb dat met terugwerkende kracht nog een mail gestuurd. Zo van, hey, ik heb zoveel uren gewerkt aan mijn vlog. Ik kreeg vandaag of gisteren een brief dat ik dus van die 600 nog wat euro, 300 nog wat euro terug moet betalen. Omdat ik dus uren besteed aan mijn vlog. Waar ik niet eens geld voor krijg. Ja, jongens, serieus. Weet je, prima. Ze mogen het hebben. Ik stuur het gewoon op. En ja. Goed, voor ons wordt het wel gewoon een uitdaging. Maar we willen die met alle liefde aangaan. Om rustig aan te leven. Om niet meer super dure cadeaus te kopen. Bij ons ging best wel veel geld naar cadeautjes. Dat is een soort van mijn liefdestaal ook. Ik vond dat leuk. Daar moet ik nou gewoon creatief in zijn. Dus friends, family, bij deze weten jullie dat vast. Maar ook, weet je wel, etentjes. Hier even frietjes halen. Of daar even belegde broodjes of wat dan ook. Nog was echt niet super luxe. We gingen echt al niet veel uit eten. En hotelovernachting of wat dan ook. Maar het is het ons waard om gewoon... we zijn toch al minimalistisch bezig geweest hiervoor. Om gewoon te kijken van, nou, wat hebben we echt nodig? Wat is belangrijk voor ons? En ja, daaruit komt naar voren dat tijd en aandacht met elkaar het allerbelangrijkste is. En dat je het niet per se naar een of ander duur zwemparadijs hoeft. Maar dat wandelen in de bos net zo goed heerlijk en nog gezonder misschien is. Voor je prikkelverwerking en voor je gezondheid en zo. We zijn heel goed na aan het denken geweest over wat heeft prioriteit in ons leven. En hoeveel geld hebben we daarvoor nodig. Dus ja, ik ben benieuwd. Deze maand zouden we het dus zonder UWV even de batterij vervangen. Dus we zouden het prima hebben gered. En we hebben zelfs nog 200 euro naar onze spaarrekening kunnen overmaken. Daarnaast hebben we jouw marktkraam deze maand gehad. Waar we in 110 euro aan overhouden. En dat zijn dan allemaal leuke extraatjes. Ja, wat is 100 euro zou je misschien denken. Maar ik vond het gewoon leuk in deze situatie. En ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Ik denk dat ik waarschijnlijk alle komende vlogs allemaal spaartips of zo met jullie deel. Of jullie vragen om spaartips, weet ik niet. Ik ben happy. Ik ben in de rust. En ik merk ook gewoon dat weer weerslag heeft op het gezin. Op de kinderen, op Maarten. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik soms, en vooral, dat was namelijk echt een euvel. Ik had het besluit genomen om te stoppen met alles, te stoppen met UWV, te stoppen met solliciteren. En ik dacht, te gek, want als de kids dan nu op school zijn,
neem ik de tijd om heel goed erachter te komen. Ten eerste om wat tijd voor mezelf te nemen. Zij het sporten, zij het stille tijd noem ik dat dan. Hè? Gewoon Bijbel lezen, muziek luisteren. Gewoon even tot mezelf komen. Maar ook om heel goed na te denken over wat ik dan echt met mijn leven wil. Want ik heb genoeg talenten enzovoort. Dus het is niet dat ik niks wil blijven doen. Ik heb daar wel ideeën over. Ik heb dat eens aangehaald. Hè? Een stukje coaching enzovoort. Daar zullen jullie vast nog iets over horen. Dus daar ben ik wel concreet mee bezig. En toen werden de kinderen dus ziek. Eerst Nikki, dan Lea. Letterlijk zo ziek dat ze op me lagen de hele dag. Aan me plakten. En aan het einde van die rit werd ik dus ziek. Dus ik heb echt anderhalve week of twee weken bijna niks kunnen doen. Terwijl ik juist zat met het gevoel van I am free. Weet je wat, ik ga het nou helemaal maken. Of ik ga het maken in ieder geval. Vrijheid en blijheid. En ja, nogmaals, ik ben heel blij dat ik er voor de kids heb kunnen zijn juist. En dat ik niet tussendoor nog naar een sollicitatiegesprek hoefde of zo. Hè? Maar het is wel ook pittig hoor, alleen maar thuis te zijn met de kids. Vooral als ze niet even naar school gaan. Dat blijft gewoon een feit dat ik goed voor mezelf wil blijven zorgen. En soms misschien ook met Maarten of met de oppas of wat dan ook plan van hey, even een ochtendje voor mezelf of zo. Of dat ik als Maarten thuis komt, dat ik in de avond nog even lekker wat voor mezelf ga doen. Dat blijft gewoon heel belangrijk. Dat voelde ik aan alles, zeg maar. De hele week met de kids binnen, word ik niet blij van, dat is overdreven gezegd, maar dat is best ook pittig, zeg maar. De kids zijn inmiddels weer gezond. Ze hebben nu wel een weekje vakantie weer. Daarnaast hier en daar ben ik bezig om dit kanaal up-to-date te houden. En regelmatig wat te uploaden. Als jullie daarin concrete ideeën en tips hebben, hoor ik dat ook heel graag. Zo van, ja, dit moet je vooral meer doen, dit moet je niet meer doen. Daarnaast ook nu de verwijzing weer naar onze andere social media kanalen. Instagram en Facebook. En we gaan het zien samen hoe het verder gaat. Ik hou jullie op de hoogte. Leuk dat je keek, dat je, wat is het nu, 10, 15 minuten lang zal deze video worden. Dat je tot het einde hebt gekeken en ik hoop dat je het leuk vond. Het was gewoon even heel eerlijk een update van hoe staat het er nu voor. Lieve mensen, zorg goed voor jezelf en wellicht tot de volgende vlog.